Geert Geurts van Trots op Arnhem is verbolgen over het feit dat de gemeente Arnhem het beltarief wil verhogen van 3 cent naar 15 cent per minuut. Uit een brief van het ministerie van Economische Zaken zou blijken dat die wet alleen geldt voor particulieren en niet voor gemeenten. RTV Arnhem sprak met de wethouder over dit onderwerp. Het nieuwe tarief geldt voor iedereen die naar de gemeente belt. Maar waar verwarring over was, is of, dat, of wij als overheid dat ook mogen vragen: dat tarief. En het is uh, gebleken dat we dat mogen vragen. Dus vandaar dat we dat ook op deze manier hebben ingevoerd. Maar Bert Geurts die is van mening dat het dus niet mag. Kunt u uitleggen hoe dat dan zit? Het is zo dat Bert Geurts vraagt of het met de ingang van de nieuwe wet, die per 1 juli 2014 ingaat. Uh, uh, waarbij het voor bedrijven zo is dat je nog maar maximaal 1 euro mag vragen bij 0900-nummer, of dat niet geldt ook voor de gemeente. Zodat wij met die 15 cent die we nu vragen wel voldoen aan de wet. Maar het blijkt dus dat dat alleen maar geldt voor bedrijven die vanaf dat moment verplicht zijn om niet meer dan 1 euro te betalen. En gemeentes, overheidsinstellingen, zijn, uh, daarvan niet, uh, worden daar niet in beperkt. En die kunnen dus vragen wat ze willen in, in feite. U gaf dus ook aan dat het nieuwe tarief dus ook voor de burgers geldt. Maar je zou zeggen, uh, zeker als SP, dat je eigenlijk toch wel een beetje opkomt voor de burgers. En zeker uh, een, een goede service aanbiedt. Bent u niet bang dat daar heel veel klachten over zullen gaan komen van de burgers zelf? Allereerst zitten wij uh, namens de SP mede. Met een aantal andere partijen in het college. En wij denken dat we de dienstverlening goed moeten blijven voorzien. Met name de publieke dienstverlening. Dat doen we op, waar het kan digitaal. En hierbij is de, dus deze, deze maatregel een stimulans om te proberen dat zoveel mogelijk inwoners van onze stad naar ons digitale kanaal gaan. om via het digitale kanaal gebruik te maken van onze dienstverlening. En dat blijven we hard voor werken en we blijven voor knokken. En dat vinden we belangrijk. Dus mag ik dan concluderen dat de tarief. Hoger wordt omdat dan waarschijnlijk mensen denken van goh, het is te duur. We stappen over naar het digitale. Is dat dan een reden uh, waarom jullie tarief hoger gaan maken? Nou, dat is een van de belangrijkste argumenten waarom wij zeggen van, nou, uh, wij willen de mensen zoveel mogelijk stimuleren om via het digitale kanaal met ons contact op te nemen. Dan kunnen we ook snel uh, en, en zorgvuldig alles uh, bij elkaar verzamelen. En daar willen we goed op acteren. En we willen ons, onze inwoners goed bedienen met publieke dienstverlening. En met name via het digitale kanaal. Gaat nu dus van 3 cent naar 15 cent. Wat, wat gaat het voordeel daarvan worden? Wat levert het zeg maar op uh, voor jullie als gemeente? Nou, jaarlijks levert dat ons naar schatting 75.000 euro op. Maar het is met name bedoeld om te zorgen dat mensen ons digitaal weten te gaan vinden. En we willen die dienstverlening ook gaan uitbreiden waar mogelijk. En uh, die 75.000 euro, wordt dat dan wel bereikt als je van mening bent dat eigenlijk mensen het steeds meer digitaal moeten gaan doen? Nou, er is uh, onderzoek naar gedaan om te kijken van wat betekent nou ongeveer deze stap als je dit gaat doen. Wat, wat is de inschatting die we maken van het, uh, van het aantal mensen wat niet meer gaat bellen, maar via het digitale kanaal uh, gebruik gaat maken van onze dienstverlening. Daar is een inschatting op gemaakt en op basis daarvan komen we tot dit bedrag. Dus daar is rekening mee gehouden. We zien dat er andere gemeenten zijn die ook al uh, bijvoorbeeld. Wat, uh, heel veel uh, digitaal uh, aanbieden. En daarin zien we dat nog steeds de telefonie uh, blijft. Maar als je kijkt dat afzet tegen de gemiddelde gesprekskosten en het aantal uh, uh, bellers wat we jaarlijks hebben, dan uh, verwachten wij dat we daar 75.000 euro mee binnenhalen.